Hoe breng jij als VA jouw branding in kaart? Bij branding denken we heel vaak aan foto's, huisstijl, lettertypes, kleuren. Maar branding begint eerst bij hier. Bij je hart, bij je binnenkant. Wie ben jij? Dus het is heel erg belangrijk om eerst op onderzoek uit te gaan. Wie ben ik en waar sta ik voor? Nou, dat begint bij merkwaarde. Dus je gaat eerst je merkwaarde bepalen. Hè? Dat wil zeggen, er is een hele lijst aan merkwaarden. Moet je maar eens googlen op merkwaarden of kernwaarden. En voorbeelden van merkwaarden zijn bijvoorbeeld professioneel, vriendelijk, betrokken, persoonlijk, ambitieus, resultaatgericht, gedreven. Nou, noem het maar op, waar sta je voor? Dus kies daar eerst 10 van en daarna 5. Bepaal wie ben jij echt. En dan ga je naar jouw unique selling points kijken. Dus wat maakt jou nou zo bijzonder? Om dat makkelijk te maken, want voor jezelf is het heel lastig te bepalen. Om het makkelijk te maken ga je 10 mensen vragen om jou feedback te geven over wat zij zo bijzonder aan jou vinden. En vraag dan eens ook wat nog verbeterpunten zijn. Want het is super interessant om dat te horen. Want je wil als ondernemer natuurlijk alleen maar beter en beter worden. En in de regel, als ik naar de VA's kijk die ik train, die zeggen dan vaak als ze feedback krijgen, goh, dat was heel herkenbaar. Of goh, dat was heel verrassend, super fijn om te horen. Ja, dus doe het niet alleen, hè, want je leeft vaak in je eigen bubbel, dus vraag het ook anderen. En dan ga je jouw ideale klant beschrijven. Dus voor wie wil jij werken? Hoe langer je bezig bent, hoe meer richting je daarin krijgt. En soms weet je het al meteen, dat je zegt, goh, in die branche wil ik als VA aan de slag, of in die branche. Maar als je dat nog niet weet, kun je ook heel goed een ideale klant beschrijven als zijnde persoonlijkheid. Dus hoe staat iemand in het bedrijf, waar staat hij voor, hoe staat hij in de samenwerking. Dus breng dat goed in kaart, hè, voor wie wil je werken. En dan jouw merkbelofte. Dus wat beloof jij jouw klanten? En je kunt best op je website zetten, ik beloof jou dat jij met mijn samenwerking sneller stappen zet, resultaten behaalt, meer zichtbaar in de markt bent, daardoor meer klanten aantrekt. Ik noem maar even iets. En dat klinkt misschien heel eng om zoiets te formuleren. En je denkt misschien, goh, dat kan ik helemaal niet waarmaken. En ik snap dat, want dat had ik ook. Maar je gaat altijd voor het beste. Dus je schrijft altijd de beste resultaten waar jij voor gaat, waar jij voor staat en die je samen met je klanten bereikt, die schrijf je op. En het zal niet bij iedereen lukken, maar dat is altijd zo. En dat is niet erg, maar schrijf wel op waar jij voor staat. En als het eng voelt, als het spannend is, weet dan dat dat juist goed is. Want dan haal je het maximale uit jezelf. Ik zeg altijd tegen mijn deelnemers van mijn opleidingen, als iets eng is, dat betekent juist dat je aan het groeien bent. Dus dat is goed. Dus ga uit je comfortzone, ook hier. Dus je merkbelofte. Waar sta je voor? Wat beloof jij jouw klanten? En dan jouw why natuurlijk. Waar doe jij het voor? Waarom help jij die type klanten? Waarom wil je dat bereiken samen met ze? Heel erg belangrijk ook. En jouw why kun je ook in je story, in je stukje over mij, op je website, kun je dat daarin vermelden. En dan komt uiteraard natuurlijk ook de fotografie erbij kijken. Je lettertypes, je logo, je kleuren. Dat alles samen, dat is echt de buitenkant. Dat moet matchen met wie jij echt van binnen bent. Dus als we gaan kijken naar mijn huisstijl, et cetera. Dat heb ik gecreëerd en dat zijn ook de kleuren die ik mooi vind. En dat is ook iets wat helemaal bij mij past. Dus het is belangrijk dat dat ook helemaal bij jou past. En natuurlijk ga je jezelf zichtbaar maken. Hè? Dus online, overal, offline en online. En zorg ervoor dat je je woord verspreidt en dat je het consistent doet. Dus dat jij consistent dezelfde boodschap steeds verspreidt. Dus als je praat over je expertise en kies een aantal onderwerpen, een stuk of 3, en schrijf daar steeds over. Dat hoeft niet steeds 10 onderwerpen te zijn. Maar kies er 3 en houd daarin de focus en wees consistent. Dus ik hoop dat deze video je helpt om je branding in kaart te brengen. En ik vind het super tof als je
hieronder een reactie achterlaat. Superleuk!